De dorploegen zitten momenteel in Luxemburg. Die zitten daar te contesten. Die komen ook in huis. Dus nou, dat is een beetje wat er allemaal rondgaat aan deze kant. Maar even een tour, vier samen, PD3 WDK. Ja, oké, okay, Ewout, PD3 WDK van PD4 Sam. Ja. Nou, ik wist dat ze actief waren in Luxemburg op dit moment. Want je had het over Corné, nou, die is maandag. Ja, dat was maandag, want mijn vader kwam ook, dat was ook maandag. Die heeft toen een stapeltje QSL-kaarten bij me afgegeven. Ja. Dus ja, ik weet niet wat er nu wel of niet ligt op dit moment op de club, maar hij zei tegen mij. Dat hij dat nog wel in de gaten zou houden en het regelmatig wel zou komen brengen. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ja. Dus ja, en over dat ene, die ene set waar je mee aan het testen bent, dat had ik gezien ook een paar foto's net op Transnet. Vandaag op Facebook erover. Ja, ja, altijd wel leuk om een beetje bezig te zijn. Hè? Ja. Zeker weten. Goed. Ja. Ja, dus, in Dordrecht zijn er ook weer wat stations weer bijgekomen, want er is vorige week was er examen. Er zijn toch weer een aantal mensen geslaagd, dus ja, dat is dan ook altijd wel leuk dat er weer wat nieuwe aanwas erbij komt. In ieder geval, Ewout, even terug naar jou, 3 WDK van Viersam. Ja, maar ik hier op, hè, bij de Viersam, bij de 3 WDK retour. Ja, inderdaad, hè. Ik heb het gezien en gehoord vanochtend in de Ronde Western station uit Hendrik de Wijnberg, Papa Delta 9 Echo, die geslaagd was. En die meldde zich eigenlijk in de Ronde van Gorinchem, dus dat is dan ook wel leuk natuurlijk. En ja, voor de rest gaat alles er gewoon een gangetje. Maar ik heb afgelopen vrijdag gekeken en toen stond er bij jou nog een centimeter of anderhalf in de... Ja, op een centimeter ongeveer stond er in je vakje. Dus ik denk van nou, er zijn kaarten voorop. Dus ik denk dat er nog een lading neergezet is. Want ik heb begrepen dat Ariari die dingen gesorteerd had. Hè, omdat Elman naar Luxemburg moest. Dus zodoende joh. Maar dat zal allemaal jouw kant wel uitkomen dan. We hebben vrijdag nog contact met die mannen gehad op 80 meter. En dat was ook tijdens de manier waarop dat een beetje ging. Hè. Dus daar hebben we ze nog gewerkt vanuit het slothuis vandaan. Hè. Dus zodoende. Oké, joh. Maar weer even retour. Vier Sam, PD3 WDK. Ja, oké. Okay. Jij wat? PD3 WDK, PD4 Sam. Ja, dan, ik denk dat er dan nog een zwikje kaarten van mij daar liggen. Maar dat komt wel goed. Dat komt wel deze kant heen. Geen enkel probleem, joh. Ja. Dus, goed. Ja. Nou, voor de rest eigenlijk niet zoveel nieuws op dat moment te vertellen en te melden hier. Een beetje zo'n hangetje hier. Ja. Dus, goed. Ga ik nog even wat de band overdraaien. Dan ga ik langzamerhand ook de dag een beetje afsluiten. Hè? Dan is deze zondag ook weer voorbij met veel wind. Dan geef ik hem nog even aan jou. En dan gaan we zo eens een eind aan breien. PD3 WDK van PD4 Sam. Ja, Roger, Rob. Nou, deze kant hetzelfde. Ook weinig meer te melden. Eigenlijk helemaal niks meer. Dus ik ga jou voor straks wat rusten wensen. En voor de rest van de avond nog veel plezier met het over de band heen draaien. En het is hopen dat er inderdaad toch nog wat te scoren valt. Hey, succes ermee en graag tot de volgende keer. Bedankt voor het aanroepen trouwens. PD4 Sam en PD3 WDK, die is weer op luisteren. Groetjes hoor. Ja, oké, wat. Hey, gelukkig dat je weer even gehoord hebt. En we horen elkaar spoedig weer. En tot de volgende maal. 3 WDK van 4 Sam. Hey, bye bye. Ja, Roger, op groetjes hoor. Hai, hai. Hai.